De grote tovenaar in Oost-Rozebeke, een typisch beeld van een staatsschool van toen die na de Tweede Wereldoorlog is opgetrokken. De vervallen site is de inspirerende locatie voor Mandel Art, de triennale waar heel diverse kunstenaars aan deelnemen. De kunstenaars hebben een jaar voordien de locatie bezocht en hun keuze gemaakt en inspiratie laten rollen. En dat komt pas echt hier tot hun recht. Het is echt werk, uniek werk, dat je nergens anders ooit zou kunnen gezien hebben. Er is onder meer dit nieuwe werk van Isidor Goderis, een schommelende, breekbare vrouw in afbrokkelende klei. En als die klei helemaal uitgedroogd is, begint ze te barsten en te breken en valt ze uiteen. En dat is eigenlijk een beetje de combinatie met het gebouw en het materiaal dat ik gebruikte in dat beeld. De schoolomgeving inspireert. Wie herkent de bok uit de gymzaal? Voor sommigen een snelle wip, voor anderen een struikelblok. Een hatelijk iets, eigenlijk de turnus, die toestellen, onoverkomelijke gedrochten eigenlijk, waar je als kind moet presteren en die ja, eigenlijk angst in boezem, soms voor veel mensen toch. De school staat leeg en krijgt af en toe ongewenst bezoek, werk van Lucas de Vriend. Ook deze chalet, naadloos in het landschap van twee Zwitserse kunstenaars, dichtgetimmerd, bang voor het vreemde. Of deze wolven van Catharina Bossaert als sprookjesfiguren in de klas. Tijdens Mandel Art is er ook in deze school elke zondagochtend een lezing, een concert of een film. En vanavond gaan ook wijnflessen onder de hamer die door de kunstenaars op eigenzinnige wijze zijn verpakt.